Dit is ons waterpark die we nu aan het bouwen zijn. En vandaag gaan we eindelijk alles testen. De duikplank, de trampoline en natuurlijk de drie glijbanen. We hebben de tunnelglijbaan, de hobbelglijbaan, maar de derde mist natuurlijk nog. En ja jongens, dit wordt er één met een ramp. Zoals dit en dit. En we gaan meteen beginnen met bouwen. Ik denk echt dat dit de engste glijbaan van allemaal wordt. Want we gaan hier letterlijk vliegen waarschijnlijk. We hebben wat paaltjes in de grond geslagen en een kruis in het frame gezet en ik hoop dat het zo stevig genoeg is. Besef dat de glijbaan dadelijk eerst vanaf daar helemaal naar de grond gaat en dan nog zo stijl omhoog. Om de perfecte buiging in de glijbaan te krijgen, moeten we de baan op meerdere plekken gaan ondersteunen. Door de ondersteunende frames kunnen we de plank krom trekken, waardoor we de perfecte buiging krijgen voor onze rampglijbaan. Zo hoort hij dadelijk, hè? Waar ik het meest bang voor ben, is dat we via hier rechtstreeks het land opvliegen. Ja, dat kan, dat kan. Maar natuurlijk, zoals je nu nog ziet, is het nog veel te onstevig. Dus dat gaan we nu fixen. Het eerste deel van de rem staat al. Even testen of het stevig is. Ja, door middel van veel paaltjes hieronder te zetten, hebben we het proberen stevig te maken. Want we willen niet dat hetzelfde gebeurt als bij de achtbaan. Nee. We hebben al de tweede plaat hier toegevoegd. En hier hebben we een tijdelijke constructie om de bocht alvast te bepalen. Maar die is dus tijdelijk omdat we hier al een megaconstructie hebben staan. Deze twee poten komen half onder deze helling. En aan het uiteinde gaat dan de lucht in waar dan weer het platform komt te staan. Eerst schroeven we de poten even vast. En hiermee kunnen we de constructie omhoog tillen. Duwen. Ja, doe toch. Nee. Wel. Nee. Wel. Kom, duwen. Ben jij dan? Jij. Jij. Ja. Jij. 3, 2, 1. Oké, we zijn er bijna. We zijn er bijna. We zijn er. Ja, de mijne staat. Hoppa. Even kijken van een afstandje hoe hoog het is. En ik kan concluderen dat het een hele mooie hoogte is, denk ik. Nou, vastmaken. Dat hoeft niet. Oh, ja. Oh. Ja. Holy shit, dit wordt heftig. En dan glij ik zo. En dan is dit mijn perspectief. En wat moeten de buren wel niet denken? En toevallig woon ik twee huizen verder, dus ik ga nu even kijken hoe het eruit ziet. En ja hoor, van de vier kan je het echt ziek goed zien. Om de baan nog extra stevig te maken, gaan we nog een extra plank toevoegen. Want we vertrouwen het niet echt met... Zo. Want we vertrouwen het niet echt met één plank. En nu is het gewoon veel steviger. We hebben hier een pennyboard. En hiermee kunnen we kijken wat er met ons gaat gebeuren. Oh nee, dat ding vliegt letterlijk 10 meter verder dan het zwembad. Ik ben echt bang, hè. Ik denk, we zijn wel iets zwaarder, dus dan gaan we nog harder. Shit. Het rampgedeelte is nu helemaal klaar. Dus nu kunnen de volgende planken erop. En gelukkig is het recht, dus kunnen we ook rechte planken gebruiken. Deze plank is ook een stuk dikker, dus daarom hoeven we hier geen balkjes meer tussen. Auw, vingertje. Help. Chaos, maar je zit. De tweede plaat moet natuurlijk een stuk hoger. En dat ging niet zo goed. Maar met ons plan B is het uiteindelijk toch gelukt. Het is weer een nieuwe dag en ik sta nu boven op de toren. En nu zien we ook voor het eerst hoe het is om hier te zitten. Vanaf hier is het denk ik echt heel eng om ervan af te glijden. We moeten natuurlijk wel goed van de glijbaan af kunnen. Dus we gaan er nog even een platform toevoegen. Zit erop. En ik zal in principe nou al van af kunnen gaan. Maar ik denk niet dat het handig is, want dit is nog allemaal splinterhout. Maar ik heb toch een ideetje. Ik kan het namelijk gaan proberen met een handdoek. Oh, ik ga proberen met een handdoek hiervan af te glijden. Ik weet niet of dit verstandig is, maar... 3, 2, 1. Au, splinter in de reet. Oh, splinter in de reet. Ja, dat nou, bijna. Als je niet hier was gehaakt, dan had je het al gehaald, eigenlijk. Ja, oh ja, maar hier moet je eigenlijk zeil overheen. Anders had je het gehaald. Anders had je het zeker gehaald. Om het zwembad veilig te maken, hebben we natuurlijk een badmeester nodig. En wat heeft een badmeester nodig? Een badmeesterstoel. Het frame staat en hier komt dan het stoeltje van de badmeester. Daar staat een stoel. En voor de extra veiligheid hebben we nog een extra band. Zo. Zo, en daar zit de badmeester dan. Heerlijk te kijken of dat er iets fout gaat. Oh, alarm.
Pak de band, pak de band! Oh ja, de band, man. Ik heb mijn leven gered. Yes! Het is nu tijd om zeil toe te voegen. Die glijbaan is rood en deze glijbaan wordt blauw. Maar daarvoor moeten we eerst de randjes toevoegen. Nu de randjes erop zitten, kan het grove werk beginnen. Het zeil. En waarschijnlijk gaat het weer fout. Het gaat goed. Dit glijdt weer zo hard aan. En met het niet-machine schieten we het zeil de hele tijd vast. Alleen moeten we nu nog de kantjes afsnijden. De derde glijbaan is nu ook helemaal klaar en ik vind het er echt prachtig bij liggen. En ik heb zoveel zin om van alle glijbanen af te gaan. Maar natuurlijk zijn de zwembaden nog niet gevuld. In de tussentijd dat de zwembaden aan het vullen zijn, hebben we iets speciaals voor de tunnelglijbaan. Jullie hebben namelijk massaal achtergelaten dat we lichtjes moeten toevoegen in deze glijbaan. En daarvoor hebben we een 15 meter lange ledstrip. En ik ben daar zo benieuwd hoe het eruit ziet als we de lichten aan gaan zetten. En zo plak ik die dan helemaal aan het plafond vast. Zo, dit gaat best makkelijk. En dan hebben we hier de afstandsbediening van de lichten, die nu aangaat. Ik wil niet heel veel zeggen, maar ik vind dit echt een hele goede toevoeging aan de glijbaan. Vooral hier waar het donker is. Eerst was die helemaal donker, maar nu is het gewoon licht. Alle zwembaden zijn nu helemaal gevuld en dat betekent dat ons waterpark nu helemaal klaar is. We hebben echt duizenden inzendingen gehad over de naam van ons waterpark. En de naam is geworden Aqua Glow. Aqua Glow. Let's go! Dat ruimt. Maar dan is het nou toch echt het moment om van alles af te gaan. En stiekem ben ik daar best wel bang voor. We beginnen rustig met het peuterbad. En hier ben ik al bang voor. En we eindigen echt met de ziekste glijbaan. Ik pas er niet eens tussen! Oh, shit! Dat was heftig. Leuk inkomertje, laat ik het zo zeggen. Het volgende waar ik vanaf ga is de trampoline op poten. Een trampoline staat eigenlijk altijd op poten. Maar deze staat op extra hoge poten. Ik zeg, saltertje er vanaf. 3, 2, 1... Oh. Holy shit! Zo kun je best wel hoog springen. Maar ik ben nog niet zo hoog gegaan als die duikplank. Die is nog een stuk hoger. Het begint al steeds heftiger te worden. We gaan de duikplank op. En eerst natuurlijk van de lagen. Kijk jongens, zo ziet het er van boven uit. En ik denk dat ik hier wel een mooi trickje kan gooien. Het is heel warm, niks aan de hand. Dit was heel vet. Dat was denk ik perfecte hoogte om mooi te vanaf te springen. En jij moet van boven. Oei. Maar wie bouwt er nog een 4 meter hoge duikplank met een 1 meter diep zwembad? Ja. Het is stiekem toch best wel hoog. We hebben het zelf gemaakt, dus ik vind dat we er ook al vanaf moeten. Het is echt hoog. Laat ik het zo zeggen, het is gewoon echt hoog. Het is echt hoog, jongens. 3, 2, 1. Durf niet. We hebben zelf een duikplank gemaakt, durf er niet vanaf. Jullie weten niet hoe het voelt als je hier staat. 3, 2, 1. Ho! Ik kom echt hard op de bodem, hè! Volg je mij ook. En dan is het nu tijd voor de 3 glijbanen. Ben je bang? Ja, nou kijk. Voor de middelste ben ik niet bang. Voor de tunnel ben ik semi-bang. Maar voor de ramp ben ik heel bang. Ik ook. Oh, maar die schans, die gaat nog stijl naar beneden. Het water stroomt er al heel mooi naar beneden. Dus het is nu tijd om van de hobbelslide af te gaan. Oh, 6 meter hoog. Daar beginnen we. Jep, vraag niet aan mij of ik bang ben. Ben je bang? Ja. De weg naar boven toe. Oh. En dan zijn we hier boven. En dan zien we dit. Oh, het water stroomt wel echt perfect in de midden. Maar gaat het niet te hard? Ik heb geen idee. Daar vlieg ik over de laatste bult heen. En hier hebben we dan 3 weken aan gewerkt. En nu kunnen we er vanaf. Zal ik gewoon gaan? Ja. Ik ga vliegen dadelijk. 1, 2, 3. Daar ga ik dan. Holy shit! Ik vlieg bijna achter tegen het zwembadak! Die ging echt hard! Ik vloog bijna achter tegen het zwembadak! Dit is echt zo vet! En dan is het nu mijn beurt om van de hobbelslide te gaan! 3, 2, 1... Die is echt leuk! En dan te beseffen dat dit nog de minst heftige is. De tunnelglijbaan. Hier heb ik zin in. Hier heb ik echt heel veel zin in. Ik ben ook zo benieuwd hoe hard die gaat. En de naam van deze glijbaan is Dynen Tunnelroutje. Het slaat nergens op. De snelste glijbaan van ons waterpark, denk ik. Ja, dit is de kleurcode zwart. Daar sta ik dan bij de tunnelroutje. Oh, dit gaat zo hard. Waar lig ik dan in de tunnel? 3, 2, 1... Ik ben zo benieuwd, jongens. Wow, shit. Ik ben een nooit aan als ik beneden. Je ziet het gat steeds verder op je afkomen en in één keer bijna en dan plons.
En nu gaan jullie het zien vanuit mijn perspectief. Holy shit. Oh, hij gaat steeds sneller. Hij gaat steeds sneller. Hij gaat steeds sneller. Dit is echt vet. Nu is het dan toch echt tijd voor de laatste glijbaan. En ook de meest extreme, denk ik. Kijk, er is een kans dat we over het zwembad vliegen. Maar er is ook een kans dat we het gewoon niet halen en gewoon niet gaan vliegen. Maar ik zal je één ding zeggen. Ik denk dat we eerder eroverheen vliegen dan niet halen. Deze glijbaan heet de Flying Dutchman. Ja, ik denk dat we namelijk gaan vliegen. Oh, ik zie de baan nog niet eens. Ah, een hommel, een bij. Bijen gaan weg. Even serieus, bijen gaan weg. Oh, ik vind het zo eng. Jullie kunnen het niet voorstellen, maar ik zit hier gewoon letterlijk. Ik ga aftellen. 3, 2, 1. Nu jullie hier toch zitten, vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal. We hebben dit in 3 weken helemaal gebouwd. Dus ik zou het heel erg waarderen. Ik zou het ook waarderen hoor. 3, 2, 1. Oh, dit is zo eng. Daar kom. Chef, ik moet echt even een mental coach hebben. 3, 2, 1. Oh, holy shit! What the fuck? Weet je hoe mooi je vloog? Wat? Ik vloog zo ver, kwam niet bijna eroverheen. Nee. Kom mooi in de midden. Ik denk dat jij nog harder kan. Als je gaat liggen, dan ga je nog 10 keer harder. Oh, ik snap jouw angst van hier. 3, 2, 1. Yep. Ik was zo bang in de lucht dat ik eroverheen vloog. Ik dacht dat je eroverheen vliegt. Oh, ik trek me helemaal. Of dat is van een kou. Maar dit is het einde van de video. Dit was het waterpark. Abonneer en doei.